Team Darkpoint. Team geen geluk. #. Hallo mensen, welkom bij deze Rocket Voltic Turtlewall ding. Nee. Laten we het gewoon doen. Ding. Gas geven en gewoon lekker bananen eten. Ja. Ik raak ballen, hou ik van. Oh. Met z'n theesaus. Met erg. Nou, we zijn er weer mensen hoor. Uw dagelijkse hartinfarct voor vandaag. Ja, uw dagelijkse hartinfarct die eens in de week komt. Wekelijkse dag. Nee, ik wil mensen geen hartinfarct verzorgen. Nee, dat gaan we niet doen. Nou, ik heb het al redelijk zitten de laatste keer. Uw dagelijkse adrenaline rush. Ja, uw dagelijkse adrenaline. Dat vind ik een mooie. Ja, een boost. Maar waarom dagelijks als we het één keer per week doen? Één keer per week adrenaline rush dan. Ja. Het is net zo. Wij zijn gewoon jouw blikje monster. Maar dan anders. Wij zijn jouw ecstasypil. Ja, wij zijn jouw ecstasypilletje. Yep. Wij zijn uw blik monster, maar dan zonder suiker. Ja, die zorgen wij voor jou. Ja. Suikervrij. Ja. En zoutloos. Ja, hou eens af. En je hoeft niet te slikken. Ook dat nog. Ook nog dat nog eens. Heerlijk. Heerlijk, daar houdt er hem koop van. Krassen! Ja, heel veel dak naar. Is dit het idee? Oh ja, dit is het idee. Ja, het is alleen het hebben we geen dak. Jawel. Of heb jij je cabrio-versie gepakt? Ja. Wat voor mij niet kan. Wat volgens mij niet kan. Ik heb de bovenkant eraf gezaagd. Om het slijt. Toen was hij eraf. Vage slijptol heb jij. Ja, het loopt af en toe een beetje. Op diesel? Nee, het loopt af en toe een beetje vast. Oh, ik dacht er zit een beetje roest tussen. Ik knarie er vanaf. Oh, ik knarie. Ik knarie er vanaf. Ik knarie er ook vanaf. Wat was dat dan? Nou, was gewoon een. Een kanarietje. Dat waren geen. Dat was een gevallen kanarie. Dat waren Gregoriaanse keelklanken. Ja. Met mijn Gregoriaanse keel. Ik wist niet dat jij Gregoriaans was. Nou, alleen mijn keel. Maar dat is een donorkeel dan of zo. Ja, inderdaad. Ik red het niet op die semi-walride in de buis. Oh, zitten jullie daar nog maar? Het wil niet. Ja, ik wel. Je moet gelijk die boost doen, dan wil het wel. Je moet voordat je op die wal rijdt bent, echt een seconde dat je erop bent, gelijk moet je die boost erin gooien. Good luck with that. Dat kan je wel halen, want anders zak je te veel naar beneden. Dan lukt dat niet meer. Oh, tegen de paal aan. Ah, wat gebeurt er? Nee, dit werkt ook niet. Dit is kapot. Nou, ja. Deze wal rijdt wel, ja. Ja, mijn dak ook. Oh, maar dat ben ik van je gewend. Ja, maar ik heb dak, mag eraf! Nou, mijn die ging er inderdaad af. In de vorm van een explosie. Knallend. Ja. Waarom sta ik derde? Omdat je het verdiend hebt. Omdat ik vierde sta. Ja, maar waar is Remco dan? Oh, ik ken dit ding niet! Heb je alles al gehad dan? Ja. Ja, Hacks, cheats. Trainers. Ja, ik heb getraind. Dat is het. Je hebt trainers. Ik heb X24 money hacks. Ik heb net melk gedronken. Ik ben nu vet gefocust. Ik sta helemaal strak. En ik heb ook met strak van extase. Ik heb net wortels gegeten, dus nu heb ik night vision. Ik heb niet zoveel aan, dus jij aan twee vierde. Ja, maar het is me eindelijk gelukt. Maar nu komt de tweede nog. Waarom zit hier een... Oh, het is gewoon een wal dat je daar niet in mag. Tweede is gelukkig in één keer gelukt. Moet eerst wil er iemand marshmallows? Nou, nee. Nou, graag. Koffie. Ik kreeg nog brownies van je. Ja, maar wil je marshmallow? Wil je marshmallow of niet? Ik wil wel koffie. Ja, nee, ik heb alleen marshmallows bij me. Dan moet je hem even bij mijn straalmotor houden. Dan is hij gelijk zwart. Gelijk zwart ook, dat wil je. Dat is op zijn best. Ja, dan is hij extra knapperig. Dan kan je toch ook wel doen met koffie. Dit is sowieso al zwart. Als je dan moet je ook gewoon zwart, inderdaad. Ja, maar dan krijg je zo'n vies Voltic smaakje krijg je eraan. Nee, dan krijg je toch ook aan de marshmallow. Krijg je een rooksmaakje aan je koffie, net zoals aan de bonen. Ik haat deze. Nee, bij marshmallows heb je dat niet, want die hangen in de open lucht. Die hangen aan een stokkie. Dus die kan je een beetje wapperen en dan is de lucht ervan af. En dat kan mijn koffie niet, want dan zit het al over je place. Loop je weer te schreeuwen dat het ouw heet.
Krijg je dat gezeik weer? Nee, dat loop jij dan te gillen als ik het over jou heen gooi. Nou ja zeg, wat is dit nou weer dan ineens? Jij hebt die auto met de marshmallow brander. Ja, maar die heb jij toch ook? Ja, maar jij offert jouw auto ja, op. Ja, maar jij wil, ik ben nu, jij ik wil een beetje racen. Koffie over mij heen gooien. Ja, nee, jij zegt dat. Ik vind nee, ja, maar ik had wel ik vind het sadistisch. Als ik ga wapperen met mijn koffie, dan komt het over je heen. Dat ja, nou, je dat net. Moet je even zeggen, Vincent. Doe even een stapje opzij. Oh, ja. In paniek, dat heb je toch geen tijd voor? Jawel. Wauw. Paniek kwestie. Ja. Nou, ik vind het een beetje... Ik blijf in mijn auto zitten hier, marshmallow het zelf maar. Oké. Okay. Ik heb een eigen auto. Oh, nou, dat is goed. Dan is het goed. En krassen op het dak ook nu weer. Merk ik net. Ik rijd gigantisch achter. Ik krijg het derde, ik denk niet dat ik het ik deed een boeboe. Oh, please, doe het wel. Ik deed een boeboe. Eigenlijk wil ik dat nu ook inderdaad, nu ik de klassement zie ook wel. Ik deed een boeboetje. Ik had echt super veel moeite met die wallride ding. Ik ben er helemaal net van. Oh, is echt waar? Ja. Nol. Wat is er? Nee, Jovo komt net bij die wallride vandaan. Oh, echt? Ja, ik ook. Dus dat wordt hem niet. Ik ben nu bij die tweede wallride. Welke? Die met die booster erop of die andere? Die semi-wallride? Die met de booster. Oh, daar ben ik nu. Die semi ging gemakkelijk. Die met die booster is vet makkelijk. Alleen die kleintje... Die semi ging gemakkelijk bij mij. Dat kleintje, dat is een heel irritante, want dan zak je heel snel vanaf als je geen booster hebt. Ja, dan ben ik als het goed is nu af, als ik niet ontplof. Juist. Juist. Knal. Toch. Lap 2, yay. Nee, die klein is irritant als je boost uit is, want dan zak je vet snel naar beneden. Ja, echt. Oh, je was constant. Ja, het kan wel op zich. Ja, wat allemaal niet kan. Ik heb hem nu wel voor de tweede keer. Als je er maar in nailed it. Gelooft. You gotta believe. Oh, you gotta ik sta in een boom. Ook fijn. Ik sta in een boom. De vroege boost. Hé, hey, het is bijna tijd. Oh nee, wacht, dat doet hij niet meer. Tijd. Tijd. Nee. Dat is voor iemand anders. Daar heb ik een one-man show tijd. Oh nee, die tijd is voorbij. Helaas. Geen tijd meer voor. Nou, ik ga denk ik geen tweede meer kunnen worden, heb ik het idee. Zocht. Ik ga geen derde meer kunnen worden. Zocht. Ik krijg 44 minuten achter Vidi. Ik zocht het woord voor zucht. Ik ga geen derde meer worden. Okay. Remco, zullen wij een team worden? Ja, graag. Wij zijn wel goed namelijk. Kijk maar, ja, want we hebben de tweede. Oh, ja, dat moet ik niet mijn dingen even missen. Als je 45 seconden stil was, hè? Dan? Dan zo. Zijn jullie nog een beter team. Oh. Dat is, ja, heeft ons meer verder uit elkaar gehaald, ben ik bang. Maar... Nee, sorry, ik ben toch tweede. Spijt me. Spijt me, vergeef me. Ik verwacht nu wel... Kan het echt niet langer aan. Spijt me, vergeef me. Nou, toch alleen maar recht door, hoor. Ik heb helemaal niks aan. Yo, ga je een DNF krijgen of niet? Oh, dat of, dat, die kans is heel groot. Ja, Jover ook, denk ik. Ja, bij de... Wow. Ja, wij zijn gewoon de ene, wij zijn het beste team wij die zijn, er is. Wij zijn, bij deze gaan we wisselen, jongens. Ja, ik vind ook dat we gaan wisselen. Wij zijn de chosen ones, dit heeft al uitgekozen. Deze dit wordt een ramp. Ja, gaan we echt changen? Nee, toch? Nee, nu nog niet. Volgende week. Ja. En volgende race trouwens. Mensen, we gaan de volgende race doen. Ik denk ik kom ja. Het zelf even aan. Volgende race! Daar zijn we weer met race nummer 2. Ja. Nou. Met Javour. Remco. Polstra. Ja. En natuurlijk Julian. Ja, hey. Maar net ook Julian. Hey. Hey boeboe. Ik rij in een Golden Oldie. Ik rij in een jas en toorn al snel. Iets lichtgroener. In een 220. Jij hebt je Santorin natuurlijk compleet geüpgraded. Allemaal auto's, ja. Damn, dat ding is snel. Uh-oh. T20 die is net nog een tikje sneller volgens mij. Ja, maar die van mij is niet helemaal geüpgraded. Ik zei wel Golden Oldie, maar hij heeft groene neon. Dus ik denk meer dat het dan een Green Oldie is. Green Oldie. Remco, hoe ver heb jij je T20 geüpgraded? Niet. Waarom haal ik jou niet in dan? Jij traag bent, ik niet.
Remco. Nee, want die voor mij is geüpdate. Upgrade. Geüpdate. Ja, geüpdate ook. De nieuwste software. Geüpdate. Ja, ik heb een nieuwe firmware in mijn auto. Ja, dit is een soort Tesla, maar dan anders. Fire. Oeh, net aangehaald ook. Wow. Ik niet. Ik wel. Werkelijk maar. Net aangehaald. Kijk, nou heb ik je wel ingehaald, denk ik. Ja, de. Hoezo, de? Oh, ik vind het mijn auto is gewoon sneller dan ik die deed een verkeerde bocht. Oh! Ik deed een verkeerde bocht. Toen was ik derde. In die water. Ik sta eerste. Ik heb de checkpoint ook gehad. Oké, ik ben bang dat mijn auto te traag is om überhaupt over dat water heen te komen. Ja, dat golfjes zijn een beetje naar. Dat ben ik mee eens. Hoe heb ik die checkpoint gehaald in het water? Ja, die ligt daarboven. Dus dat haal je wel. Als je daar net tegenaan komt, dan heb je hem al. Wie redt er voor mij? Ik? Jevoer! Ik kan ik niet. Ja, maar ik kan niet. Die sprong waar zeg maar net op dat water overheen komt, daar kom ik gewoon niet over. Remco, zal ik je helpen? Nee, dat hoeft niet. Weet zeker? Anders dan rij ik gewoon tegen je aan. En dan heb je misschien een tikje en dan haal je misschien wel. Ja, maar ja, dan moet ik eerst nog op je gaan lopen wachten. Heb ik ja, maar ik ben er toch maar bijna. Dat heeft toch geen nut, want dit is point to point. Ja, maar ik ben er al bijna. Oh nee, niet. Huh? Is point to point? Hier weeft ja. Check. Waarom heb ik hem nu dan nog een keer? Of is het dan een tweede? Ik rijd nog een keer op hetzelfde punt, hoor. Dit is point to point. Of we hebben de race daar ook nog een keer langs laten gaan. Oh, dat zou kunnen. Oh nee, ik rij inderdaad wel op een ander stuk. Nee, laat maar. Ik rij op een ander stukje inderdaad. Zo, ik ga eens even achterover zitten. Ik ga het probeer een langere aanloop. Aanloop. Waarom ben ik... Oké. Okay. De water... Nee! Hij saved it! Nou, langere aanloop. Here we go. Water had zoiets van nope. Ga een gitaarpingeltje pingelen. Godsamme. Ja, de gitaar. Als ik deze niet haal, dan pak ik mijn gitaar erbij. Ja. Ik snap niet waarom ik hem niet kan halen. Ja, ik snap het wel, want het is water. Hey, als we ooit een keer een team change doen, dan wil ik wel dat Remco een gitaarpingeltje maakt ervoor. Tuurlijk, en dan ga ik een jingle voor je schrijven. Voor ons. Je hebt het gehaald, hè? Oh, gezellig. Jump. Remco is alvast. Remco, ik sta bij je. Ja, wacht even hoor. Ja, ik ben alweer doorgereden. Ik ga niet wachten. Laat dan maar zitten. Die golven zijn wel hoog, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat was ook een hele ding dat ik het al 3 keer of 4 keer niet gehaald heb. Ja, het is toch laag water of hoogtee. Vloed. Hoogtee. Nee, vloed noemen we dat. Dag Remco, boss. Hoi. Goeiedag, even kijken hoor. Nu is het lekker aan het rijden, dan ga ik nog eens even andere dingen doen. Die taartjes erbij pakken. Gelukkig kan je een beetje om sommige... Woehoe! Woehoe! Yeah! Yeah! Echte mannenmuziek! Mannenmuziek! Het is alleen wel jammer dat je geen versterker hebt. Oh, niet ernaast. Oh, lekker. Heb je geen versterker? Waar haal je die ineens vandaan dan? Wat, de muziekie? Ja. Improvisatie. Nee, die versterker, waar trek je die ineens vandaan? Oh, gewoon naar de computer. Ja. Hallo. Oh, doe maar verder. Oh, lekker hoor. Woehoe! Af en toe hoor je gewoon echt een snaar. Ja, klopt. Yeah! Dat is mijn overwinningssong. Oeh! Dat is mijn overwinningsnummer. Ik zit echt een minuut achter je ook. Gewoon live band. Ja, maar het past ook echt gewoon op exact wat ik aan het doen ben. Oké, dan ga ik door. Even kijken wat deed ik net. Snel, ik ga nu een jump doen. Oh, ja, daar komt hij. Nu ga ik hem doen. Ik jump nu. Die snaar ook echt. Je volgen? Hi. Jee, maar wat is dit voor race, joh? Kut. Dat ging niet goed. Hey Remco, misschien is het leuk om deze laatste aflevering naar jou te sturen, dat jij er een song op maakt. Ja, mijn best, dan gaat het gewoon over de hele aflevering gaat het een nummer heen.
Ja, nee, we praten wel gewoon, maar op zacht een deuntje overheen, zeg maar. Oké. Okay. Nee, niet ernaast. Wat? Waar moet ik heen? Oh, hier. Dit is echt heel vaag. En nu een of andere giga jump op. I'm loving it. Ik snap echt niet waar ik heen moet. Nou, oké. Okay. Ik heb echt gevoel dat ik al 3 keer terug ben gereden. Waar ik net vandaan kwam. Heen en weer. Daar gaat hij nog een keer. Dan moet ik weer naar boven. Ik rij achteruit de finish in. Got it. Ben ik het? Finish! Eindhoven! Deze finish is heel raar, kan ik je vertellen. Ja, hoezo? Ja, je moet echt... Oh, nee. Je moet echt door, je schiet echt veel te ver door, dan moet je achteruit terugrijden. Ja, ja. Ja, of ik ging er gewoon te snel overheen, dat kan ook. Nee, Jover heb exact hetzelfde. Piep! Piep, 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 piep. Oh, lekker hoor. Yeah. Mannenmuziek. Gaan we kijken hoe dat Remco niet reed. Dankjewel voor het kijken. We zien je volgende week weer terug met dit nice gitaardeuntje op de achtergrond. Yeah. 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 We hebben nog 2, 1, dat was hem. Daag. Tot volgende week.